Woensdag 23 september legde Wouter Keizer een speciale stoeptegel in Veldhuizen A. Wouter Keizer is projectleider ruimtelijke projecten van de gemeente Ede. De stoeptegel staat symbool voor het opknappen van de openbare ruimte in de wijk. Daarvoor kreeg de gemeente Ede een Europese subsidie. We staan hier bij de nieuwbouwlocatie Veenderhorst. Daar gaat Woonsteden in november aan de slag met hun nieuwe woningen. En daaromheen heeft de gemeente samen met gelden vanuit Brussel, vanuit Europa, de openbare ruimte hergericht. En deze steen is daar het sluitstuk voor om ervoor te zorgen dat de gemeente ook daadwerkelijk daar de subsidiegelden voor binnenkrijgt. Trottoir, nieuwe bomen, nieuwe wegen, speeltuinen die er over een paar jaar bij komen. Dus dat is echt waar je aan denkt, lichtmasten, dat valt er allemaal onder, ja. En zonder die Europese subsidie was dat niet gelukt? Correct. Zonder deze Europese subsidie was het niet gelukt. Er is een heel groot deel. We hebben aardig wat gelden hier bij de gemeente en bij woonsteden, maar niet voldoende om de hele openbare ruimte zodanig te herinrichten dat het er beter, netter, mooier uitziet. En ook een stuk veiliger oogt. Het is een gebied geweest waar gewoon de afgelopen decennia niks aan is veranderd. Dus dat moest ook hergericht worden. En Veldhuizen A is ook al een probleemwijk genoemd. Dus dat betekent dat niet alleen de woningen, de bewoners, maar ook de openbare ruimte gewoon een boost had nodig had om het hele gebied te verbeteren. En daar hoort dit ook bij. Ook in Ede-Zuid gaat de openbare ruimte aangepakt worden. Zo zijn de 30 jaar oude parkeerterreinen rondom de hoogbouw nodig toe aan vervanging volgens de projectleider. Dat de openbare ruimte in Veldhuizen is opgeknapt vlak voordat er nieuwbouw komt, kan volgens hem geen kwaad. Er worden goede afspraken gemaakt met de aannemer om ervoor te zorgen dat de aannemer niet de boel kapot rijdt. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook de bomen die hier staan, dat die ook in de hekwerken worden gezet. Want dit zijn hele mooie bomen die je wilt behouden. Dat is ook een kwaliteit voor de wijk. Dus behalve de bomen en het trottoir. En een goede afspraak met de ontwikkelaar die in november begint, moet dat ervoor zorgen dat gewoon de openbare ruimte die er al ligt goed blijft.